Dat is nou tractorpoelie. Het is, het levert niks op. Sterker nog, die wordt gedisqualificeerd, want er mag niks van die trekker afvallen. Maar zijn dit geen veiligheidsuitjes, denk ik, de motorkap op zich. Maar ik moet zeggen, spectaculair voor de fotografen. Geef het wel eventjes beeld waar je mee thuis kunt komen. Een halve trekker leg op de baan. Disqualificatie vanwege het overschrijden van de linkerzijlijn. Ja, Erik, en het afgooien van ballast, dat is toch ook niet reglementair, hè? Nee, maar ik hoop niet dat, dat de motorkap als ballast gezien wordt. Maar goed, laten we daar eventjes, dat is voor mij ook even niet duidelijk. Zolang het niet veiligheid gerelateerd is, dan is het normaal gezien geen probleem. Nou ja, kijk, het is een kwestie van je hangt het er weer op en klaar. Het had nog veel gekker geweest als je met je achterwiel over je eigen kap heen rijdt natuurlijk. Dat is wel helemaal schorrig. Ja, wat dat betreft hebben ze van alles meegemaakt. Met achterwiel over het voorwiel, over je eigen motorblok. We hebben het allemaal gezien. Complete motorblokken waar je overheen rijdt, ja, dat is spectaculair. U moet maar eens even kijken op internet. Naar ongevallen en pech. Nou, ongevallen zijn het niet, maar pechgevallen, laten we het zo maar noemen, bij tractorpoelie. Kapitale pechgevallen, mag je wel zeggen. Want die motorblokken, zeker in de superstok zoals we die vanmiddag nog gaan zien, ja, dat liefst er niet om. Dan praat je over serieuze bedragen en serieuze schade als het daarop misgaat. Secret of the Valley. En denk ik daar de intercooler uit elkaar klapt. Het gedeelte waar ik het net over had, waar bijvoorbeeld ijs in kan geladen worden. Een grote aluminium tank. En ik denk dat die helemaal uit elkaar past. Ja. Hetzelfde wat we vorige week hadden in Lochem met de Rednecks. Die ook helemaal aan de bovenkant uit elkaar. Ook langs de las af. Nou, daarbij de motorkap ook nog fors beschadigd. Ja, wat daar gebeurt, wat druk in zo'n machine.